Dag YouTube. Hallo, bonjour. We gaan er echt in vliegen. Waarheid of toen? En als we dus draaien. Oh. Ja, munt is waarheid. Is waarheid en kop is doen. Munt. Kop. Dat munt. Mits heeft dus munt gedaan. Wat is uw favoriete lichaamsdeel aan mij? I like your ass. Een mooie ronde poep laten zien. Tada! Munt. Wat is jouw favoriete positie in bed? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp wel wat je bedoelt, ja. Horizontaal gewoon. Ja. Of een ster. Dan slaap ik het best. Ze heeft kop. Dus ik krijg... Ik heb een kop. Dus jij moet iets doen. Nee, niet dat. Oké, Mitsen, toon mijn favoriete yoga-positie. Oh! Is dat yoga-stand? Ja, zo. Ah, oké, nice. Oeh, durven we bij me komen? Koop! Ik zie je handstand doen. Handstand? What the fuck? Dus Mitsen, ga je handstand tegen de muur en dan ga ik u een glaasje water te drinken geven. Oké. Dit is altijd wel een gier. Zou jij ooit een borstvergroting laten doen? Dus je zou het daarom puur doen voor de vorm, niet voor de grootte. Ja, maar vorm, ja. Ik zou het gewoon puur doen voor in kleding en zo. Ik vind dat heel mooi als je zo een mooie vorm kunt hebben in kledij en in kleedjes en zo. Nou, je toon is. Toen is wat je nu hebt. Here I come. Oh, here I come. Wat vindt u er nu van? Zou je liever vergroten? Wat? Ja. Kom. Ik wil wel eens weten hoe goed je kunt zuigen. Dus ik ga timen. En je moet om ter snelste een zuigplek geven. Je krijgt dan 15 seconden. 3. Misschien een moeilijk vlees. Het is een baby dat op zijn papplas is. Dat is niet super. Je zuigskills kunnen beter. Maar dat laat ik wel aan u over. Klaar? Ja. 3, 2, 1, start. Fuck. What the fuck, man? En stop. Het is wel een beetje groter dan die van mij. Hè? Jij bent echt savage, maar ik voelde me echt weggezogen, jongen. Zie, je hebt geen cuppingtherapie meer nodig. Als je stijf bent, ik zal wel komen. Oké. Okay. Vergeet niet te abonneren voor een zuigplek. En like. Dag YouTube. Adios.